بسم الله الرحمن الرحيم الحم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Beste kijkers wederom heet ik jullie van harte welkom bij een nieuwe les dit keer zijn we aangekomen bij les 12 van deel 1 van de Madina boeken ehm voor de nieuwe al wat voortgang ehm En uh, we zullen, inshallah, nu wat langere zinnen krijgen en wat meer grammatica regels. Ja? Nou, wat gaan we tegenkomen in les 12? We beginnen eerst met het Nederlandse boek. En dat is op bladzijde, even kijken, bladzijde 52. Ja? Bladzijde 52 van het Nederlandse boek. Nou, in deze les leren we het volgende. We hebben geleerd dat Anta jij voor het mannelijk enkelvoud wordt gebruikt. Nu leren we dat anti jij voor het vrouwelijk enkelvoud wordt gebruikt. Dus anta betekent jij en anti betekent ook jij. Alleen anta wordt gebruikt voor mannelijke personen en anti wordt gebruikt voor vrouwelijke personen. Nou bijvoorbeeld min ena, anti, ja, amina Min ena, van waar, anti, ben jij, ja, o, amina of als je stopt, zeg je Amina. Want die Ta marbuta wordt uitgesproken als de letter H als je gaat stoppen. Ja? Min Eina Anti ja Amina. Kijk, omdat Amina een vrouwelijke persoon is, dan zeg je niet Anta tegen haar, maar je zegt Anti tegen haar. Ja? Dus en we weten Arabisch is eigenlijk zonder klinkers. Dus als ik aan jullie vraag, wat staat hier? Dan zeggen jullie twee mogelijkheden. Je kan zeggen AN-TE, maar je kan ook zeggen AN-TI. Ja? En dan hoe weet je dan welke van die twee het is? Dat moet je dan uit de context halen. Als ik bijvoorbeeld deze zin zonder klinker zou opschrijven. Zo. Ja, dat golfje doe ik wel even erbij. Kijk, nu heb ik de zin opgeschreven zonder klinkers. Dan zeg je, hier staat min. Hier staat Ena. En hier zou je kunnen lezen Anta of Anti. Maar als je verder kijkt in de zin, dan staat er Ja Amina. Amina is een vrouwelijke persoon, dus dan moet hier wel Anti staan. Ja? Dus eh. Uh we zullen, uh, je zult dat vaker tegenkomen: dat je een bepaald woord op meerdere manieren kunt lezen, maar aan de hand van de context, van de zin, weet je welke van die mogelijkheden je moet lezen. Oké. Okay. Nou, het bezittelijk voornaamwoord van Anti is ki. Ja, ki betekent jou. Bijvoorbeeld: Eina tu ki, ja Mariamu. Waar is jouw huis, o Mariam? Het woordje. Het woordje betu betekent huis. Dat is mudaf bezit. En die ki is mudaf ile. Oké. Okay. Nou tegen een mannelijk persoon zeg je beitu ka. Betuka. ka. Beitu ka. Um, maar omdat je hier tegen Mariam praat en Mariam is een vrouwelijk persoon, zeg je niet ka, maar dan zeg je ki. Oké, okay, dan gaan we iets belangrijks bekijken. Ik, ik plaats die K terug. Dit is Mudaf, dit stukje. Dan is het volgende stukje Moedav-Ilay. En we hebben geleerd, Mudaf ilay krijgt altijd een kasra. Maar de bezittelijke voornaamwoorden, hè, net als K of Ki, die worden niet beïnvloed. En nu zien jullie waarom. Zouden we deze K een kasra geven, omdat het Mudavile is, dan hebben wij het van mannelijk naar vrouwelijk gemaakt. Zie je? Dus dat is een van de uh, achterliggende redenen waarom ze zeggen, de dama'ir, uh, dus de voornaamwoorden, in dit geval de bezittelijke voornaamwoorden, worden niet beïnvloed. Dus die ka, wat zeg ik over die ka? Ik zeg, die ka bevindt zich in de kasra-positie. Fi jar. Zo zegt ze in het Arabisch, Maar omdat het een voornaamwoord is, is het mabni, onveranderbaar. En waarom is het eigenlijk dan onveranderbaar? Nou, hier zie je bijvoorbeeld de reden daarachter. Anders maak je het van mannelijk vrouwelijk. Deze kaaf heeft een kassera, niet omdat het modafile is, maar omdat je tegen een vrouw praat. Ja? Dus deze kid, dit is modaf mag het geen al hebben geen tenmin. Als dit modaf is, is dit modafile. En elke modafile krijgt een kasra. Heeft die kaaf daarom een kasra? Dan zeg je nee, want dit is een voornaamwoord die mag niet beïnvloed worden. Maar waarom heeft die dan wel een kasra? Wat is de reden? Omdat je tegen Mariam praat. En Mariam is een vrouw. Dus tegen vrouwen zeg je niet ka. Tegen vrouw zeg je ki. Ja? Nou, tweede punt wat we gaan tegenkomen in les 12. We hebben geleerd dat het bezittelijk voornaamwoord van Anta K is. He, bijvoorbeeld, Eina Beituka, ja Bilalu. Waar is jouw huis, o Bilal? Kijk, Bilal was eigenlijk met de zo. Maar deze ja haalde tenuïn weg. Oké, okay, waarom lezen we hier K? Omdat we het nu tegen Bilal praten. En Bilal is een mannelijk persoon. Dus dan zeggen we Beituka. Goed, we hebben geleerd dat Zahaba hij ging betekent. Kijk, ging is een werkwoord. Een werkwoord bestaat altijd uit drie stamletters. Nou, waar staat het woordje ging? Dan moet je drie stamletters hebben: de zaal, eerste stamletter. De ha, tweede. En de ba, de derde. Waar is dan het woordje hij? Het woordje hij is verborgen. In Arabisch noem je dat mustatir. Ja? Mustatir. Nou. Ik had het. Ik had het uitgelegd. Ik had het uitgelegd met. Uh, ik had het uitgelegd met. Uh, een auto met getinte ramen. Hè? Je ziet de bestuurder niet, maar hij is er wel, maar hij is verborgen. Dus het woordje hij heb je niet. Bij, het, uh, bij de werkwoorden in de verleden tijd, in de hij-vorm, daar staat het woordje hij niet expliciet erbij. Maar dat moet je zelf dan. Erbij denken. Zahabtu betekent ik ging. Nou ging, dat zijn deze drie stamletters, en het woordje ik, dat is die tu. Tu staat voor ik in de verleden tijd. Ik ging. Zahabta, die ta betekent jij. Nu gaan we iets nieuws leren. Nu gaan we leren zahabat. Weer een ta, maar met een sukoon. Nou deze ta met sukoon staat voor zij zij ging vrouwelijk en koel bijvoorbeeld Amina toe waar is amina dan zegt ze zahabat zij ging ilal jamiati naar de universiteit zij ging naar de universiteit zahaba dat is het werkwoord ging en die ta die staat voor zij deze ta met sukoon

en ta utaanis betekent de ta van vrouwelijkheid de ta van vrouwelijkheid als ik aan jullie vraag wat is de ta van vrouwelijkheid dan zeg je dat is de ta met sukoon erop nou kijk nu even goed naar deze vorm deze vorm en deze vorm dus heb je hebt hier zahabtu zahabta en zahabat. Maar haal ik al die klinkers weg, dan blijft er dit over. Zie? Alleen de drie stamletters en dan plus een ta. Als ik aan jullie vraag wat staat hier eigenlijk, dan zeggen jullie drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is zahab to, dat betekent ik ging. De tweede mogelijkheid is zahab ta, en dat betekent jij ging tegen een mannelijk persoon. En de derde mogelijkheid is. Uh, zahabat. En dan. Uh, Verandert deze. In een fatha. Zahabat. Zie je, drie mogelijkheden. Als jullie dan. Uh, je afvragen hoe. weet je dan welke van die drie mogelijkheden. de juiste is. Dan is, de, dan is het antwoord erop. Dan kijk je naar de context. Bijvoorbeeld, Ena Amina. Waar is Amina? Hier kan je niet zeggen, toe". ik ging naar de universiteit. Dat, dat klopt niet in dat verhaaltje. Waar is Amina? Zij ging naar de universiteit of zij is naar de universiteit gegaan. Zo mag je het ook vertalen. Hè? Dus context is belangrijk. Ja? En op een gegeven moment krijg je dat door hoor. Uh, het denkproces verloopt dan sneller. Je moet er gewoon bezig mee blijven. Ja? Goed, dus wat hebben we nieuw geleerd? Zahabat met een soekoen op de ta betekent zij ging. En die zij is vrouwelijk en kofoud. En deze ta met soekoen wordt genoemd ta-u-ta'niz, oftewel de ta van vrouwelijkheid. Oké, okay, gaan we naar de volgende bladzijde. Maar als het onderwerp wordt genoemd, dan wordt het woordje zij weggelaten. Bijvoorbeeld Zahabat Maryamu. Zahabat betekent zij ging. Maar wie is die zij? Mariamu. Dan mag het woordje zij weggelaten worden. Mariam ging naar. Ilal madrasati naar school. Mariam ging naar school. En ila geeft kasra he, aan het volgende woord. Daarom staat de madrasati. En waarom ging wien? Omdat madrasa heeft al. Dan is het bepaald. In Zahabat heeft de laatste letter een sukoon. Als zo'n woord gevolgd wordt door al. Dan verandert de soekoen in een kasra. Hé, hey, kijk eens, laten we dat even bekijken. Zahabatil bintu. Bintu betekent het meisje. Zahabat, zij ging. Eigenlijk stond hier een soekoen. Maar kijk, dan heb je een probleem. Hier is soekoen en hier is soekoen op die laam. Want dit is Hamzatul Tulwasal, die die uil gaat weg. Dan heb je een probleem. Moet ik nou hier plakken of moet ik hier plakken? In zo'n geval uh, veranderen wij deze soekoen in een deze kasra is niet echt. Deze kasra is er gekomen om een probleem op te lossen. Dus wat is het probleem? Zahabat, zij ging, eindigt op een soekoen. Maar het volgende woord begint met een soekoen. Dat is een probleem. Dat noemen we. Het samenkomen van twee soekoen. Dat kan niet. Dan zeggen we, in zo'n geval, bij die ta'u ta'nith, haal je die soekoen weg en dan geef je het een. Kasra, maar weet dat deze kasra niet echt is. Deze kasra is om een probleem op te lossen, zodat je het kan doorlezen. Zahabatil bintu het meisje ging. Dus als je dit tegenkomt in Arabische boeken, weet dan dat het gewoon correct is, dat die kasra niet echt is, maar gekomen is om een probleem op te lossen. Mag je in plaats van die kasra een fatha geven om die probleem op te lossen? Nee, je moet het een kasra geven. Ja, Bij ta en ta'niz. Goed. Nummer drie. We hebben geleerd dat allazi. Wie of die of dat. Of degene die. Zo had het ook vertaald. Voor mannelijk enkelvoud wordt gebruikt. Nu leren we dat. Allati. Voor vrouwelijk enkelvoud wordt gebruikt. Allati. Kijk die andere is. Allazi. En vrouwelijk is. Allati. Met een ta. Zie je dat? En allati betekent ook degene die, maar dan gaat het om een vrouwelijk persoon. Kijk, bijvoorbeeld: At talibatu, met de fatha hier boven de Hamza wasl At talibatu, de studenten. Dat is een meisje, een vrouwelijk persoon. Allati, degene die. Dus de studenten die. Alleen deze allati, deze alif. die Hamza is Hamza Tulwassal. Dus die toe gaan we plakken aan die laam: At talibatu.

Komt uit Almania, Duitsland. Almania. Min geeft Kasra he, aan het volgende woord. Maar alle woorden die eindigen op A, die zijn onveranderbaar, ja? Almania eindigt ook op A. Dus die kan geen kasra krijgen. Nou, hier mag je dus niet zeggen Allah. Alle die. Kijk, eigenlijk met de fatha hè, boven de Hamza, maar is Hamza Tulwassen. Gaat die weg. Mag je Aladie hier zeggen? Nee, waarom niet? Talibatu is een vrouwelijk persoon. Dan moet je voor het betrekkelijk voornaamwoord. Zo, ze, zo noemen ze dat in het Nederlands. Het betrekkelijk voornaamwoord moet dan ook vrouwelijk zijn. Maar het kan ook voor vrouwelijke voorwerpen gebruikt worden. Bijvoorbeeld Al-sa'atu, Het horloge is vrouwelijk. Hoe weet ik dat? Het eindigt op een ta. Dus het horloge die. Al-al-maktabi, op het bureau ligt, hè, of op de tafel. Lil-mudarrisi, li betekent van. Mudarrisi, en li geeft kasra, hè, aan het volgende woord. Is van de leraar. Eigenlijk was het zo. Li-al-mudarrisi. Maar we hadden bij een voorgaande les gezien. Als je dit hebt, li en al, haal je deze weg. Die hamzatul wasal. En die lie, die plak je dan eraan. Zo, dan krijg je lil. Zie je? En dat is wat dus hier gebeurd is. Lil moedarisi, dan krijgt die Modariskasra. Dus het horloge, die of dat op het bureau ligt of op de tafel ligt, is van de leraar. Horloge is vrouwelijk, dan moet ik zeggen allati en niet allazi Ja? Dat gaan we dus ook tegenkomen in les 12. We hebben geleerd, nummertje 4, we hebben geleerd dat kitabuka jouw boek betekent. Merk nu op dat haza kitabuka anta, hey anta is erbij gekomen, zie je dat? Haza kitabuka, dit is jouw boek. Maar als je zegt haza kitabuka anta, dan heb je nadruk gelegd. Dit is jouw boek. Hier is anta toegevoegd voor benadrukking. Dit wordt gebruikt wanneer er sprake is van twijfel of wanneer er een geschil is. Ja? Uh, bijvoorbeeld haza betuhu. dit is zijn huis zie je hoe betekent zijn wat ga ik nu ook nog zeggen huwa erbij want hoe betekent zijn en dan doe ik huwa erbij ja dit is zijn huis nog een voorbeeld haza qalami dit is mijn pen ana dat is ik dit is mijn pen in, in het Nederlands doen we dat met uh, volgens mij noemen ze dat intonatie dus nadruk leggen op hoe je iets uitspreekt. Dit is mijn boek. Dit is mijn boek. Zo doen we het in het Nederlands. In het Arabisch doen ze dan. Ze zeggen: Kijk naar het bezittelijke uh, voornaamwoord. Dat is mijn. Dan uh, kijk je van mijn. Hoe zeg je het persoonlijk voornaamwoord bij mijn? Dat is ik. Dan doe je Anna erachter. Kijk, zijn. Wat is het persoonlijk voornaamwoord van zijn? Dat is hij. Zie je? Zalika betekent dat is. Zalika kitabuha dat is haar boek. Haar wat is een persoonlijk voornaamwoord voor haar. Haar is vrouwelijk hè. Vrouwelijk enkelvoud. Dus haar is dan zij. En zij zeg je in Arabisch. Hia. Oh sorry. Zo. Hia. Dus dan zeggen ze dus als we dat willen benadrukken zeggen we het volgende. Zalika kitabuha dat is haar boek. Hia. Zie je dan hebben die haar Benadrukt. Deze H is dan benadrukt door hier. En zalika betekent dat. Hè? Je hebt Haza betekent dit. En zalika betekent dat. Dus dit gaan we ook tegenkomen in het uh, Arabische tekstboek bij les 12. Oh, dat was het. Dat nou, valt het wel mee qua grammatica. We krijgen ook nog wat paar nieuwe woordjes. Suriya betekent Syrië. Malizia, Maleisië. الشجرة the boom يا سيدتي kijk die i betekent mijn ja betekent o wat betekent سيدتون betekent mevrouw سيدتون da dat zie je ook in Arabische brieven bij de aanhef beste heer of beste mevrouw ja yeah? سيدتون betekent mevrouw en سيدتي Uh, mijn dame, dus mijn mevrouw. Ja, zeg je dat, die oude oh mevrouw. Zo kan je dat gewoon vertalen. Al-fatatu, de jonge dame. Al-mufattishu, betekent de inspecteur. Abaun is meervoud, meervoud. Wat is enkelvoud? Enkelvoud is abun. Abun betekent vader. Abaun betekent ja, voorvaderen.

Uh, Wuzara'u is het meervoudsvorm van Wazirun. Wazirun betekent minister. En Wuzara'u betekent ministers. Maar hij heeft geen tanwien. Uh, dat heeft een bepaalde reden. Dat gaan we later leren. Ik wil jullie wel wat even, even erbij vertellen. Woorden die geen tanwien kunnen dragen, worden genoemd Ger Munsarif. Of. Mamnoo Minasarf. sarf. Twee namen hebben ze. Som, in sommige Arabische boeken worden ze genoemd. Ghayru munsarifin. En in sommige Arabische boeken worden ze genoemd. Al mamnoo Minasarf. sarf. Wat betekent dit? Dit betekent. Dit zijn woordjes. Die geen hebben en twee, geen kasra kunnen dragen. Ja, dit moeten jullie even uit het hoofd leren, want dit ga ik uh, vaker herhalen. Deze twee termen. Dus als ik zeg: Het woordje wuzara'u is monsarif. of ik zeg: Mamnoer minasarif meestal gebruik ik deze term, ghermansarif, dan betekent het, oh, het is een woord, het is ook een woord, die geen tenuin kan hebben, en geen kasra kan hebben. Ja? Nou, hij kan wel kasra hebben, behalve, wanneer, hij kan wel een kasra hebben, wanneer, het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wanneer het modaf is. of al heeft. of in een gedicht staat. Want in gedichten uh, kan het soms zijn dat ze gewoon afwijken van de grammatica. zodat het gedicht rijmend blijft. Ja? Dus sommige, uh, in sommige grammatica boeken vermelden ze dit wel: dat het shi'ar dat het, Wanneer het in een gedicht wordt gebruikt, dan kom je tegen dat het wel een kastra heeft. Of sommigen zeggen, ach, dit hoef je niet te noemen. Want in gedichten gebeurt. Gedichten hebben hun eigen regels. Dus dan kan je dat gewoon beter weglaten. Maar ja, ik, ik, ik zet het wel erbij. Uh, hoe plaats ik hem terug? Oh, kan niet. Dan moet ik hem even zelf weer terugzetten. In een gedicht. Oké. Okay. Ik geef jullie nu wat extra informatie, dit zijn we nog niet tegengekomen, maar omdat we dit vaker gaan tegenkomen, woorden die geen tenuïn hebben, wil ik dit toch wel even noemen. Er zijn woordjes in het Arabisch die geen tenuïn hebben, en geen kasra kunnen dragen. Zij worden in het Arabisch genoemd ghair monsarif. Of, ze hebben een andere naam, mamnoa minassarf. Je kan een van deze twee namen tegenkomen. Ja? Nou, zij kunnen dus geen tenuin hebben en zij kunnen geen kasra hebben. Nou, in drie gevallen kunnen ze wel een kasra dragen wanneer ze moudaf zijn. Ja, wanneer het moudaf is. Of wanneer ze al hebben. Dus als ik hier zet al. Wuzara'u. En ik doe hier bijvoorbeeld li. Li betekent van of voor. En li geeft kasra toch? Dan mag ik hem wel kasra geven. Omdat het al heeft. Zie dus ja, hij heeft al. Maar stel je voor, ik haal dit weg, zo. Ik doe hier nu li ervoor. Bijvoorbeeld, dit voedsel hier, wat ik heb voorbereid, is voor de ministers. Dan zeg ik, het uh, taam li, wuzara, voor de minister. Uh, maar zonder al. Dan mag ik hem geen kasra geven. Eigenlijk zou ik hem kasra moeten geven, want li geeft kasra. Maar dit is gher Sarif. Hij kan geen tenue hebben en geen kassera. Dan mag ik hem geen kassera geven. Zie je? Maar als ik het al maak, hè, de minister, voor de ministers bedoel ik, dit is meer meervoud. dan mag ik het wel kassera geven. Goed? Maar hiermee gaan we nog oefenen hoor. Dit is nog nu voorlopig uh, een beetje ingewikkeld. Maar er komt straks, uh, in, uh, in de latere lessen komen hier oefeningen bij. Ja? Anders maak ik wel oefeningen extra en dan gaan we dat oefenen. Uh, wat ik dus wil zeggen Wuzara'u kijk, Wuzara'u ik pak even mijn blauwe markeerstift die heeft geen tenuïn, zie je dat? en wat heeft nog meer geen tenuïn? nee, dat was het Wuzara'u heeft geen tenuïn, waarom? hij is ghermansarif wat betekent dat ghermansarif? dat zijn woordjes die geen tenuïn hebben en ze kunnen ook geen kasra dragen. Ze kunnen wel kasra hebben, wanneer ze modaaf zijn, al hebben of in een gedicht voorkomen. Ja? Maar dit, de, deze, deze uitzonderingen, die, daar gaan we nog mee oefenen. Ja? Hier gaan we nog mee oefenen. Dus dit mag je even weer vergeten. Goed, Anna bi gairi. Er zijn drie woordjes. Anna eerste woord. Oh, ik pak even mijn gele stift. Anna is eerste woord. Bi is het tweede woord en geirin is het derde woord. Geir betekent goedheid. Bi betekent met. Anna betekent ik. Ik ben met goedheid. Oftewel, het gaat goed met mij. Met mij gaat het goed. Ja? En Bi geeft kassera aan het volgende woord. Dus als iemand aan jou vraagt, Kefa haluka?" hoe gaat het met jou? Dan kan je zeggen, Anna, bi geirin. Anabigeir, het gaat goed met mij. <laughs> Alhamdulillah. Nou, ya sayyidi betekent meneer. Hè? Letterlijk vertaald, o oh mijn heer. Ja, maar niet heer in de zin van rab. Hè? Rab betekent uh, heer tegen God. Maar heer, gewoon net zoals wij in het Nederlands gebruiken. Beste heer, beste mevrouw, zo. Ya sayyidi, drie woordjes. Eerste woord is ja, betekent o. Oh. Sayyid betekent Meneer. En i betekent mijn. O oh, mijn heer. Oftewel, beste meneer. Ja? Ad-daftaru betekent het schrift. Akawiau. Paaf is een qal letter. Hè? Dus we zeggen niet ak, maar akko. Maar ja, dat is wat betreft uitspraak. Akawiau betekent sterk. Dat is het meervoud van qawiyun. Qawiyun betekent sterk. En akawiau betekent ook sterk, maar dan meervoud. Dus dit is ook meer fout. En wat valt ons op? Kijk eens hier. Hij heeft geen tanween. Dus het woordje akwiyau ga ik ook blauw markeren. Want die is ook reer-monsarif. Zie je dat? Later gaan we de regels krijgen uh, waaraan we kunnen zien. Welke woorden Geir zijn? Dus waarom zijn ze Geir Wat is de reden dat Akwiyah oe Geir is? Het liefst wil je hem gewoon een tenuin geven, want hij heeft geen al, dan geef je gewoon een tenuin. Maar er, er is dus er is iets aan de hand met dit woordje, en ook met dit woordje, ja, waardoor ze Geir zijn. Geir betekent letterlijk vertaald niet. Monsarif betekent hij kan alle klinkers hebben. Ghair betekent dus, hij kan niet alle klinkers hebben. En ook geen tenuin, Want er is iets aan de hand. Nou, wat is er dan aan de hand? Die les volgt nog. Er kan best veel dingen aan de hand zijn. Best wel een ingewikkelde les. Maar die, die is voor later. Daar komen, volgens mij in deel drie komt dat pas aan bod. Ja? Voorlopig leer ik jullie nu de benaming van zulke woorden. Zij worden genoemd Ghair Of, ze worden genoemd Mamnoa. Minasarf. Ummahatun betekent moeders. En dat is de meervoudsvorm van ummun. Ja, ummun betekent moeder. ummahat betekent moeders. Ulamau betekent geleerden. En dat is het meervoud van alimun. Alimun betekent een geleerde. Ulamau betekent geleerden. Hé, hey, wat valt ons op? Kijk eens hier op de laatste letter. Geen tenwien, kijk hij heeft geen el, dan moet hij tenwien krijgen, maar hij heeft geen tenwien. Dus ook dit woord is gher sarif. gher sarif. Al ammu betekent de oom, maar dan van jouw vaders kant, dus de broer van jouw vader. Al ammatu is de tante van jouw vaders kant, oftewel jouw vaders zus of zusje al khalu betekent ook de oom, maar dan van moederskan. Dus het is de broer van de moeder. En Al-Ghalatu betekent de tante. En dat is van moederskan, dus de zus van de moeder. Keifa haluka. Drie woordjes. Eerste woord is keifa. Tweede woordje is halu. Halu betekent situatie. En ka betekent jou. Ja, hoe gaat het met je? Ba'da betekent na en dat is, uh, die geeft kasra aan het volgende woord. Mustashfa al-wilada, kraamkliniek. al madrasatul mutawassitatu de bovenbouw van de basisschool, dus groep 7 en groep 8. En al-mamlakatu al-arabiyatu het koninkrijk van Saoedi-Arabië. Nou, dan houd we het even voorlopig hierbij. Um, even kijken hoor. Zal ik de zal ik gewoon verder gaan? Dit, dit heeft niet zoveel tijd gekost, toch? Laten we gewoon verder gaan. Dan gaan we naar het Arabisch tekstboek, ja? Zo. Even kijken in het Arabisch tekstboek. Beginnen we beginnen op bladzijde 70, zie ik hier staan. Ja. Dus uh, pak je Arabisch tekstboek daarbij, op bladzijde 70. Dan zien we hier staan: thaniya ashara. De les, de tweede, de tiende. Hey, twee plus tien is twaalf. Dus ad-thaniya ashara betekent uh, twaalf de. Het is een rangtelwoord. De les, de twaalfde. Nou, het heeft fatha hier en hier ook fatha. Want er is iets aan de hand, maar we hebben de les over getallen nog niet gekregen. Ik kan het nu alvast even verklappen. 11 tot en met 19 is altijd in de fatha-positie. Fatha-positie. Dit hoeven jullie nu allemaal niet te weten hoor. Dit is gewoon allemaal extra informatie wat ik jullie vertel. 11 tot en met 19 is altijd in de fatha-positie. Uh, waarom? Daarom. Er is geen reden daarvoor. Dat moet je gewoon leren. Vandaar dat twaalfde fatha eindigt. Kijk, hier is een fatha en hier is ook een fatha. Ja? Dus adarsu ad ashara. dit is een samenstelling. Hè? Uh, tweede, tiende, oftewel twaalfde. Dit is een rangtaalwoord. Nou, dit mag je weer vergeten. Ja? Dit hoef je nu niet te weten. We zien hier een conversatie tussen mevrouw Suadu. Suadu dat is de naam van een meisje van een mevrouw. Dus het is een vrouwelijke naam. Wat valt ons op? Hé, hey, waarom heeft hij geen tanween? Want alle vrouwelijke namen kunnen geen tanween hebben. Waarom? Ze zijn ghair munsarif of een tweede benaming is Mamnua. Minas sarf. Ja. En waarom zijn ze dan. Ghair munsarif. Of Mamnua minas sarf. Dat gaan we later leren. Ja. Nou. Su'ad zegt. Assalamu. Assalamu. Assalamu betekent letterlijk vertaald. De vrede. Waar staat de. Dat is al. Waar staat vrede. Salam. De vrede. Aleiki. Aleiki. Zijn twee woorden. Het eerste woordje is 'alay' en het tweede woordje is 'ki'. 'Alay' komt van 'ala'. 'Ala' betekent op. 'Ala' betekent op. Alleen er is iets aan de hand. Als je 'ala' wil plakken op 'ki' of 'ka' mag ook, dan verandert 'ala' naar 'alay'. Dat moet. Er is een regel in het Arabisch. Als je het woordje Allah wil koppelen aan voornaamwoorden, dan moet je het veranderen van ala naar alay. Dus dan krijg je alay plus ki is alayki. Oh, sorry, alayki. Zie je? Of alayka kan ook. Dat moet. De Arabieren doen dat. Goed, je mag dus niet zeggen: Alaki, Alaki. Alaki, zo moet je dat uitspreken. Alei betekent op, en ki betekent jou, op jou. En Hoe weet ik dat het ki is? Want Suad praat tegen Albintu, het meisje. Zie, je, die conversatie. Het, kan ook, het zou ook kunnen zijn: aleika. Maar hoe weet ik dat het niet Aleka is? Hoe weet ik dat. Soe'a tegen een vrouwelijk persoon praat, omdat als ik kijk naar de volgende regel, dan zie ik hier staan Albintu, het meisje die zegt, puntje, puntje, puntje. Oh, de soe'a praat tegen een meisje. Dan staat hij niet Aleika, maar Aleiki. Ja, Assalamu Aleiki, de vrede op jou. Dus, oftewel vrede zijn met jou, zo zeggen we. Hè? Wa betekent en. Ra Ma-tu. Rahmatu betekent genade. Genade. En rahmatu is mudaf. Als dit mudaf is, dan is het volgend woord mudafile. Dus dan krijg je die kassera. Wa rahmatullahi. Genade van Allah. Want mudaf is bezitconstructie. Genade van Allah. Dus niet alleen vrede op jou, maar ook en de genade van Allah. Wa en, oh wat nog meer: barakatuhu, Ba ra ka Hé, hey, dit zijn twee woordjes. Het eerste woordje is barakaat. En het tweede woordje is hoe. Nou, hu, wat betekent barakaat? Barakaat betekent zegeningen. Zegeningen is meervoud. Baraka is enkelvoud, en barakaat is meervoud. Zegeningen. En hoe betekent zijn? Wie is die zijn? Dat is Allah. Dus niet alleen de genade van Allah op jou, maar ook zijn zegeningen op jou. Uh, Oké, okay. nou dus uh, dit is een hele mooie vredesgroet hè, wat wij hebben in de islam. Dus de profeet leert ons: groet elkaar met deze vredesgroet. Maar uh, besef je ook, hè? of besef wat je zegt tegen die ander, wat je hem toewenst. Vrede wil zeggen dat alles met jou goed mag gaan. In jouw gezondheid, in jouw gezinssituatie, met jouw werk. Gewoon over het algemeen. Vrede. Maar ook Rahma, genade. Genade wil zeggen: uh, heb jij tekortkomingen, heb jij fouten gemaakt, dat Gods genade met jou mag zijn? Dus dat God dat mag vergeven. En jou niet daarop gaat afrekenen. Wa barakatuhu en zijn zegeningen. Dus wat God jou geeft, dat uh, daar goedheid in zit. Bijvoorbeeld uh, je hebt geld, hè, rijkdom. En dat dat rijkdom ten goede komt voor jou. Dan zeggen we dat uh, geld, daar zit zegeningen in. Maar als iemand geld heeft en het is geld wat uh, alleen maar last met zich meebrengt, problemen... Denk bijvoorbeeld aan drugsgeld. Het ja, is dus makkelijk geld verdienen. Maar er komt heel veel gevaar bij. Je maakt mensenlevens kapot. En jouw eigen leven komt ook in gevaar. Dus dat is niet gezegend geld. Dat is uh, slecht geld. Zo noemen we dat dan, zeg maar. Dus barakatuhu, gods zegeningen ook op jou. Dat wil zeggen, in jouw gezondheid, in jouw rijkdom, in jouw bezittingen, dat daaruit allemaal goedheid in zit. Dat het ten gunste komt voor jou. Ja? Dus een hele mooie vredesgroet te hebben binnen de islam. Dan zegt het meisje, Albintu. Ik weet niet wat de naam is van het meisje. Er staat gewoon Albintu. Albintu is met twee sterretjes. En Suad is met één sterretje. Albintu zegt, Wa'aleiki. Zie je? Niet Wa'aleika, want Suad is een vrouw. Dus het meisje praat tegen een vrouw. Dan zegt ze, Wa'aleiki. Wat? Wa'aleiki en op jou? Assalamu alaikum. De vrede, wa rahmatullahi wa barakatuhu. En op jou de vrede en de genade van God en zijn zegeningen. Ja? Als iemand jou uitgebreid heeft gegroet, dan minimaal moet jij dezelfde groet geven of meer. Nou, dit is het meeste wat je kunt geven. Je kan zeggen assalamu alayki. Dan moet de ander minimaal ook zeggen, wa alaikis salam, of hij, hij doet vermeerder dat. Maar je moet altijd dus minimaal evenveel of meer doen, ja? Uh, ja, moet, ik wil niet zeggen moet, maar uh, dat is gewenst dan zeg maar, ja? Uh, nu zegt Swaad tegen het meisje, keifa haluki, ja bintu, keifa, hoe? Haluki, hal betekent situatie en ki betekent jou. Hoe is jouw situatie? Dit is modaf en dit is modaf ilay. Halu situatie van jou, hey bezitconstructie. Maar dit heeft geen kassera omdat het modaf ilay is. Dit heeft kassera omdat suat praat tegen een meisje. Ja? daarom heeft hij kassera. haluki. hoe is jouw situatie? Hoe gaat het met jou? Ja, bin, o meisje. Eigenlijk was het bin, toen. Maar die ja haalt ten win weg. Hoe gaat het met jou, o meisje? Nou, het meisje zegt, Anna, ik. Let op, hè, deze elif niet uitspreken. Wel opschrijven, maar niet uitspreken. Je gaat dus niet zeggen, Anna. Je gaat zeggen, Anna. Anna, bi, khairin. Bi geeft kasere, hè aan het volgende woord. Wat betekent Anna, bi, khairin? Letterlijk. Ik ben met goedheid. Ik ben met goedheid. Oftewel, met mij gaat het goed. Walhamdu en de lof. Alhamdu betekent de lof. Al. Ik doe een beetje lang zo. Hamdu Hamdo betekent lof. Al, hebben wij geleerd, betekent de of het. Toch? Maar hier niet. Hier betekent al een tweede betekenis. Dat betekent alle. Al kan soms ook de betekenis hebben van alle. En dat is dan bijvoorbeeld hier het geval. Walhamdu en alle lof. Lillahi. Li betekent van of voor. En die geeft kasra aan het volgende woord. Lillahi. Met mij gaat het goed. En alle lof zij Allah. Zo vertalen, vertalen we het naar het Nederlands toe. Met mij gaat het goed en alle lof, zei Allah. Nu vraagt Suad: Min ena anti, van waar ben jij of van waar kom jij? Dan zegt het meisje: Anna, Min, Surya, ik kom uit Syrië. En Min geeft Kasra aan het volgende woord, maar Surya eindigt ook op A. Zie je dat? Surya. En zulke woorden worden niet beïnvloed, die blijven gewoon hoe ze zijn. Anamin, Surya, ik kom uit Syrië. Dan vraagt Suad aan het meisje. Masmuki, Ma ismuki, he, was het eigenlijk. Maar dit is Hamzatul wasal. Dat zien we ook aan die Saad hier, hè, de letter Saad. Dat schrijf je zo. En dan het hoofdje van de Saad, dat is dit. Dat hebben ze hier geschreven. Om jou te herinneren. Hey, let op: dit is alhamzatul al wasal. Dus niet uitspreken. Dus die haal ik gelijk weer weg. Dan ga je die ma plakken aan die sin. Masmuki. Ma betekent wat? Ismuki, jouw naam. Wat is jouw naam? Of hoe heet jij? Zo mag je het ook vertalen. Zij zegt: Ismi. Ik heet Aminatu. Amina. Ik heet Amina. Hey, nu weten we wie het meisje is. Suat praat tegen Amina. Eina Abuki, waar is jouw vader? Eina Abuki, waar is jouw vader? Zij zegt, Abi, mijn vader, Huna is hier. Waar is hier? Fil, Madina. Kijk, vier geeft Kasra aan het volgende woord. Madina betekent stad. Abi, Huna. Mijn vader is hier. Filmadinati. In de stad. Wat voor een stad? Al-munawara-ti. Hey, kijk, deze heeft ook een kasra. Waarom? Deze, dit woord volgt het vorige woord. Omdat deze twee woorden horen bij elkaar. Zie je? Want het is niet een bezitconstructie, maar een bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijk naamwoord. Naamwoord. met andere woorden dit woordje hier is manud manud en dit woordje hier is naat manud en naat sommigen zijn het gewend om te zeggen moussuf sifa. dat kan ook ja en uh, de naat die volgt de manud in vier uh, punten als die al heeft heeft die ook al heeft die kasra heeft die ook kasra is die vrouwelijk? Dan is die ook vrouwelijk. Is deze enkelvoud? Is die ook enkelvoud. Zie je? Dus we horen bij elkaar. Mijn vader is hier in de verlichte stad. Munawarah betekent verlicht. Nou, wat, er is maar één verlichte stad. Of de stad die zo heet, dat is Medina, hè, die wij kennen. En daar is onze profeet. Vrede en zegeningen zijn met hem. Begraven. Ja? Dat is de tweede heilige stad van de islam. Hua, mijn vader, hij, Hua, Mufattishun, hij is een inspecteur. Mufattishun betekent inspecteur. Fi, die fi ga je plakken. Fil madrasati. Kijk, die fi geeft kasra. Fil madrasati, op school. Mijn vader is een inspecteur op school. Wat voor een school? Assanawiyati. Dit bij, is bijvoeglijk naamwoord, hè? Dit, dit is bijvoeglijk naamwoord. Deze twee woorden horen bij elkaar. Wat betekent madrasa sanawiya? Middelbare school. Dus hij is een inspecteur op de middelbare school. Nou, inspecteur, wat betekent dat? Is hij een politieinspecteur? Nee. Hier is het uh, een controleur op school. Iemand die de absentie bijhoudt, hè? Die kijkt in de klas. Is iedereen aanwezig? Is er iemand niet aanwezig... En heeft geen reden opgegeven. Dan gaat zo'n inspecteur die persoon opbellen. Waar ben je? Je hoort op school te zijn. Zo iemand is een inspecteur op school. En op sommige scholen doet de conciërge dat. Hè? Als hij ziet leerlingen zijn afwezig, dan belt hij ze op. Uh, en in sommige landen heb je gewoon echt een aparte beroep daarvoor. En die, ik neem aan dat die weer nog andere taken op zich heeft. anders is het wel heel makkelijk werk. Oké. Okay. Los daarvan. Hua mufattishun fil En dit is ook een bijvoeglijk naamwoord. Hè? Samenstelling. Uh, nu vraagt Su'ad aan het meisje. Wa aina en waar. Om Waar is jouw mama? Waar is jouw moeder? Dat zegt Amina. Hia. Ja, zij is. Aydan. Zij is ook. Huna hier. Zij is ook hier in Medina Munawara. Hia. Ja, zij is. طبيبة سايس دكتور في إن مستشفل. مستشفل. مستشفى مستشفى أخلا صو مستشفى سي متن فتحة ما هير، هبز أن هبزة ديزة هي في هي... هي الطبيبة في مستشفى ولادتي In de ziekenhuis van geboorte. Wiladati. Dit is Mudaaf. mudaaf ilay Ja. Ziekenhuis van geboorte. En dat is kraamkliniek. Ja. Kraamkliniek. Dus hij is een dokter op de kraamkliniek. Dit is mudaf, Dit is mudaaf ilay Daarom kasra hier. Ja. Ziekenhuis van geboorte. Wilada betekent baren. Ja. Oftewel kraamkliniek. Oké, okay. nu vraagt Su'ad aan het meisje, dat Amina heet, uh, wat man, en wie, man betekent wie, Waman man, hazihil fatatu, hazihil fatatu, dit meisje, dit jonge dame, en wie is deze jonge dame, allati, die, allati, die, en fatatu is jonge dame, jonge dame, en wie is deze jonge dame? Die maaki, maaki zijn twee woorden. Maa betekent samen met en ki betekent jou. En wie is deze jonge dame die samen met jou is? Ahia, a ah is om een vraag te stellen. Ahia is zij? Uchtuki jouw zus? Ahia uchtuki is zij jouw zus? Dan zegt Amina. La, nee. Hiya, zij is bintu. hey, dochter van. Dit is Mudaf, hè? Zij is de dochter van Ammi, van mijn oom. Van vaderskant. Dus mijn vader heeft een broer. En die heeft een dochter. La, hiya, bintu Ammi. Nee, zij is de dochter van mijn oom. Dus dit is haar nicht. Ja. Nu vraagt Suad, Masmuha, wat is haar naam? Masmuha, ma eerste woord, ismu tweede woord en dit is mudaf en ha is mudaf ilay maar mudaf krijgt kasra maar bezittelijke voornaamwoorden worden niet beïnvloed ja Masmuha hoe heet zij? Amina zegt Ismuha Fatima toe. hey wacht eens even Fatima heeft geen tanween dus Fatima is ook monsarif. Of sommige, me, uh, sommige boeken wordt het genoemd. Mamnoa sarf. Zie je dat? Ja. En dat weet, wij, weten waarom. Want wij hebben geleerd, alle vrouwelijke namen zijn Germonsarif. Zijn Mamnoa sarf. Ja? Want het is vrouwelijk en het is een naam. Goed. Nu vraagt Suad. Ahia is zij. Zamila toki. Zamila dit is één woord. En ki is tweede woord. Wat betekent zamila toon? Klasgenoot. Ahia Zamilatuki Is hij jouw klasgenoot? Dan zegt uh, Amina, la. Ana, ik zit. Fil madrasa. Fil madrasa ti. Waarom ti? Fi geeft kasra aan het volgende woord. Ana fil madrasa ti. Al ti. Kijk, deze heeft ook kasra. Waarom? Dit is manoud, dan is het volgende woordje naad, oftewel moussouf, sifa. En die volge, uh, dit volgt uh, het vorige woord. Ja? Mm. Madrasa heeft kasra door fi en mutawassitati heeft kasra, want dit is naad. Naad volgt de manoud op vier punten. Uh, wat betekent Madrasa Mutawassita? Dat is de basisschool, maar dan de bovenbouw. Vaak is dat groep 7 en 8. Ja? Ik zit in de bovenbouw van de basisschool. Wahia uh, en zij, Wahia, Fil Madrasa Ti. Asanawiyati. Sanawiyati. Ik zit in de bovenbouw van de basisschool. En zij zit... In de school Sanawiyati. middelbare school. Middelbare school, dat komt daarna. Ja? Nu vraagt Suad aan Amina, Alaki, heb jij ochtun, een zus? Dan zegt Amina, La, Mali ochtun. Kijk, als ik dit woordje Ma weghaal, dan staat er, Li ochtun, ik heb een zus. Maar als je die Ma terugbrengt, dan wordt het ontkennen. Dit wordt genoemd Ma van. Uh, ontkenning ontkenning ma betekent niet alleen maar wat maar betekent ook niet ontkenning arabisch zegt ze ma na nafia na fiya nafia toe nafia betekent ontkennen ontkenning de ma van ontkenning Oh, sorry, dat heb ik al opgeschreven. Na, fi, ja. Zo. La, mali uchtun. Nee, ik heb geen uh, zus. Nu vraagt Zwaad. Alaki achun. Heb jij een broer? Dan zegt Amina. Naam, ja. Li achun kabirun. Hé, hey, wacht eens even. Ja, ik heb een broer, een grote. Deze twee woorden horen bij elkaar. Wat voor constructie is dit? Uh, dit geeft een beschrijving van broer. Dus dit is man'oud en dit is naad. Zie, mausuf, sifa. Bijvoeglijk naamwoord. Ja, ik heb... Li zijn ook twee woorden. Het eerste woordje is li. En het tweede woordje is? Het tweede woordje is die ja van mij. Dus hier, hier staan ook twee woorden. Hè? Twee woorden. Ja, ik heb een grote broer. Wahua. En hij is... Een student. Bil jamia Want B geeft kastra aan het volgende woord. Hij is een student op de universiteit. B betekent hier op. Nu vraagt Su'aat. Waman. En wie is hazat Tiflu? En wie is dit kindje? Het is een jongenskindje. Want Tiflu betekent kind. Oh sorry, dat is een beetje slordig geschreven. Tifloen betekent kind, maar dat is dan een jongetje, dus een, een mannetje. En Tiflatun betekent ook kind, maar dan vrouwelijk, dus meisje. Woman has a ja? En wie is dit jongetje? Allazi, degene die, oftewel die, maakie, samen met jou is. Kijk, hier zien we heel mooi. Uh, even kijken, hier is een cirkeltje. Hier staat al-lazi. En hiervoor stond er al la als ik mij niet vergis. Kijk hier. Hier staat er al la Zie? Waarom? Hier verwijst het naar fatatu, jonge dame. En hier verwijst het naar een kindje, die mannelijk is. Women hazen tiflulla-ti maaki. Wie is dit Kindje die samen met jou is. Hua, hij is Ibnu, Ibnu Achi. De zoon van mijn broer. Ja. Alleen Ibnu is Hamza Tulwassel, dat zie ik aan de hoofd van Saad. Zie je dat? Hamza Tulwassel. Hua, Ibnu Achi. Hij is de zoon van mijn broer. Kijk, dit is Mudaf. Dan is Achi Mudaf-Ilei. Maar achi is ook modaf. En dan is die ja van mij modafile. De, de zoon van de broer van mij. Je hoort twee keer van. Zie je, dit is modaf. Dan is dit modafile. Maar dit is ook modaf. Dan is dit modafile. De zoon van de broer van mij. Zie je, in Arabisch zegt ze zo. Modaf, modafile. Thumma mudaf, mudaf ilei. Zie je? Dus deze, dit blauw is mudaf ilei. En hij is mudaf, van het volgende woord. Ja? Goed, ik haal dit even weg, want anders kan, heb ik geen ruimte om te schrijven. Masmuhu, wat is zijn naam? Masmuhu, wat is zijn naam? Dan zegt Amina, ismuhu sa'adun. Zijn naam is sa'ad. Sa'ad. Oké, okay. nu gaat hij een vraag stellen, want ik zie a ummuki. De eerste a is om vraag te stellen. A ummuki is jouw moeder veel beter in het huis, veel beter. Anna, nu is jouw moeder nu thuis? Is jouw moeder nu thuis? Dan zegt hij la, nee, Zahabet, zij is weggegaan. Naar waar? Ilal. -tash fa. Zij is weggegaan naar het ziekenhuis. Ilah geeft kasra. Maar mustashfa eindigt ook op A. En A wordt niet beïnvloed. Zahabat. Zij is gegaan. hey dit is die ta van zij. Hoe wordt die ta genoemd? Ta van vrouwelijkheid. Ta oet. Ta Zie Is jouw mama nu thuis? Nee, zij is naar het ziekenhuis gegaan. Nou, dat was de les. Dan gaan we nu naar de oefeningen. Nummertje 1. Wat staat hier? Keifa, halu. Hier kan staan ka of ki, dat weet ik niet. Dan moeten we naar de context kijken. Ja, abi. Hoe gaat het met jou, o oh, mijn vader? Hey, je vader is mannelijk, dus hier staat keifa, haluka. Keifa, haluka, ja, abi. Nummertje 2. Keifa, ki. Ja, omi. Hoe gaat het met jou, o oh, mijn moeder? Hé, hey, moeder is vrouwelijk, dus dan staat er kie. Zie je? Is niet moeilijk. Je moet gewoon een beetje verder kijken. En soms als je het niet weet, dan schrijf je even beide klinkers op. He, dan weet je van, hé, hey, het zou dit kunnen of dat kunnen. En dan lees je even verder. En dan kom je erachter welke van die twee correct is. Nummer drie, wat staat hier? Ene. En die ene plak je aan deze ba. Ene nu. K of ki, dat weet ik niet. Ja, hey, zeenabu. Zeenab is een naam van een vrouw, dus germond sarief, geen tenmin. Zeenab is een meisje, het is een vrouwelijk persoon, dus hier moet niet staan K, hier moet staan ki. Eina hey, waar is jouw zoon? O oh, zeenab, dan zegt zeenab, Zahaba, hij is gegaan ilal naar Masjidi. Naar de moskee. Want Ilah geeft kasra he, aan het volgende woord. En geen Tenui, want masjid heeft al. Zahaba ilal masjidi. Hij is naar de moskee gegaan. Nummer 4. Eena. Waar is? Bin. To. Ka of ki. Ik weet niet wat het is. Ja. Amina. To. O Amina. Waar is jouw dochter, O Amina? Amina is een vrouwelijk persoon. Dus ik ga die K weghalen. Eina bintuki, Amina. Dan zegt Amina. Zahabat, zij is gegaan. Ilal. Naar. Madrasa. Wat komt hier te staan? Ilal geeft kasra. Dus ilal madrasati. Zij is naar school gegaan. Zahabat, zij is gegaan. Ilal madrasati. Naar school. Kijk, hier is die Tau Ta'nith. Zie je? Dit betekent zij. Zij is gegaan. Nou, ik ben een beetje snel doorheen gegaan, omdat het niet zo moeilijk is. Ja? Je moet ook niet te veel gaan nadenken. Uh, wat makkelijk is, houden we gewoon ook makkelijk. Ja? En ga ik te snel voor je, dan kun je altijd even terugspoelen. Hè? Of meerdere keren bekijken. Gaan we naar de volgende bladzijde. Kijk, we moeten verder. Liman. Liman. Hazihis sa'atu.

Mohammed is een mannelijk persoon, dus die, dus die ki gaat weg. Ahaza, kala muka, Ya Mohammedu. Is dit jouw pen, o oh Mohammed? Mohammed zegt la. Ahaza, kala muka. Oh, sorry. "Haza kala muka. Anta. Nee, dit is jouw pen. Zie je dat? Jouw. Het is benadruk. Die anta benadrukt de ka. نَمَسَاوَة تِلْكَ تِلْكَ السَّيَّارَةُ تِلْكَ السَّيَّارَةُ الْجَمِيلَةُ تِلْكَ بِتيكن دي نيت ديزا ما دي دي أوتو الْجَمِيلَةُ مويا ديس تو إز أوك بَفُوغِلِك نَامُورْت سَامَاسْتِلِنغ مَنْعُود أَن نَات دي مويا أوتو الَّتِي كَالَيْفُ دَات كَادِرْتْجِي وَخْ الَّتِي Die mooie auto die Alati. Harajat betekent naar buiten ging. Die mooie auto. Dat naar buiten kwam. Al-Ana. Kijk, Al Ana. Maar die, uh, dit is Hamzatul Wasal, dus die gaat weg.

Mo-diri is van de directeur. Dus nog een keer, het is best een lange zin, maar het is makkelijk. Tilka tu. Die mooie auto dat naar buiten kwam, zojuist. El-Ana betekent nu, maar je kan hier vertalen met zojuist. Die mooie auto uh, dat zojuist naar buiten kwam. Uit wat kwam die naar buiten? Minal madrasati. Van de school, dus van, van de schoolparkeerplaats. Lil Mudiri is van de directeur. Ja? Nummer 8. Aanta, aanta, ben jij? Mohan, die ben jij een ingenieur? Ja, zij hij, o meneer. Hij zegt, la, nee, Anna, babibun." Nee, ik ben een dokter. Nummer 9, hier staat anti. Ben jij tabibatun? toen? Ben jij een dokter? Ja, zei de T, o mevrouw. Zij zegt la ana risa, toen. Nee, ik ben een lerares. اوكي okay, خلونا نمشي توي اقرا كل جمله من الجمل الاتيه ثم قراها مره اخرى بعد تغيير المنادى كما هو uh, موضح في المثال نو ليس او كزين فان كومن زين ليس زين فرفوغس نوغماس نادا تشي دا انغسبروكن هاب فراندرت سو اس فردايدلكت ان ات فوربيلد اا وات بدولسنا ايفا كايكور مثالون Eina qalamuka ya abi. Dat moeten we veranderen naar. Eina qalamuki ya ummi. Oké, van mannelijk maken we het naar vrouwelijk. Nou, wij doen even alle ontbrekende klinkers plakken. Eina qalamuka ya abi. Eina qalamuki ya ummi. Kijk, dat is wel het mooie van de Medina methode. Zij willen je vanaf begin af aan. Alvast wennen aan het Arabische schrift zonder klinkers. Dus hier en daar gaan ze soms klinkers weghalen. Maar wij vullen ze even altijd aan, ja? omdat wij nog beginnelingen zijn. En is dat extra oefening voor ons. Uh, even kijken, wat moeten wij veranderen? Aindaka is bij jou, Qalamun een pen. Hé, dat moeten we netjes vertalen met, heb jij een pen? Ja, muhammadu. Mohammed doen was het eigenlijk, maar die ja haalt ten win weg. Ja? Mannelijke namen kunnen wel ten win hebben. Vrouwelijke namen kunnen nooit ten win hebben, want zij zijn Ja, Aindaka kalamun ya Muhammadu, Heb jij een pen, O oh Mohammed? Dat moeten wij veranderen naar Ja Aminatu. Dan zeggen we niet Aindaka, dan zeggen wij Oh, sorry, verkeerd opgeschreven.

1 b Dus 1. 1. B toekie. 1 b toekie, ja, zei je dat die. Het is een beetje krapjes op elkaar hoor, dus, uh, dus uh, ja. Anders kan ik de ene uh, uh, rood doen, die andere groen. Dat doe ik zo om en om, ja. Dus de volgende doe ik nu groen. Wat zegt hij hier? za uh, taftaru uh, Is deze schrift lekker? Ja, Ali. O Ali. Ali was eigenlijk met Tenwin, maar die ja haalt Tenwin weg. Ali is naam van een jongen. Is deze schrift van jou, O Ali? Nu moeten we diezelfde vraag stellen, maar dan aan Fatima. Ja, Fatima. tu. Fatima is een meisjesnaam, dus Geir Monsarif. ممنوع من الصرف تنوين وخالة ناو سلف تموت دي أهذا أهازا الدفتر ما نيت لك مار لكي لكي so Ahaza daftarulaki, ja Fatima, toe. Is deze schrift van jou, o Fatima. Hier wordt gevraagd: dan pak ik mijn rode pen. Min. Ene. Anta. Ja. Achhi. Van waar ben jij, o mijn broeder? En hier staat er niet aghi, maar. Oeghti, o mijn zuster. Nou, makkelijk. Min. Ene. Min. Ene. En, sorry, hier staat twee puntjes, hè? Min één anti. Ja, ochtie, o oh mijn zus. Waar kom jij vandaan, o oh mijn zus? Van waar ben jij, o oh mijn zus? Nummertje vijf, pak ik mijn groene pen. Eén, Abu, Abuka, ja, ga Eigenlijk was dat, ga maar is staat ja ervoor.

أين أنا نسخوا نيد أبوك مار أبو كي أين أبوك يا خديجة تو ما يرود بينش أ أنت مريض يا خالي خال أو من خال خال بتيك أوم بنت أزيك أو من أوم مريض بَتِكَنَ أزيك بن ياي زيك O, mijn oom. Uh, nu zeg je niet o, mijn oom, maar o, mijn tante. Ja, ga Dan wordt het a en Goed opletten hoor. a Kijk. anta is veranderd naar anti. Dat is de eerste verandering. Eerste verandering. Tweede verandering. Je gaat niet zeggen Marie doen. Maridun is ziek voor mannelijk. Wat is de vrouwelijke vorm van ziek? Dan moet je gewoon die ta, marbuta erachter plakken. Weet u nou, dan wordt het zo. Marie tun. Zie je? Kijk, zo makkelijk is Arabisch, beste kijkers. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Anti Marie tun Dit is de tweede verandering. Twee veranderingen zijn hier opgetreden. Gaan we naar nummer 7. Pak ik mijn groen pennetje. Ena. Bin. Toe Ka. Ja. Ammi. Waar is uw dochter, o mijn oom? En nu ga je dat vragen aan tante. Ja. Ammati, o mijn tante. Ammatun of Ammun is van vaderskant. Dan wordt het hier Ena. Bin, ki. Bin, tu, ki. Waar is jouw dochter, o oh, mijn tante? Nummertje 8. pak ik mijn rode pen. Alaka, heb jij, Agun, een broer? Zie je? Hier ga je niet zeggen a'indaka. Kijk, hier stond er a'indaka. A'inda wordt gebruikt voor voorwerpen. En uh, die la wordt gebruikt voor... Um, Relaties. Of lichaamsdelen. Alaka akhun. Heb jij een broer? Ja. Hamidun was het eigenlijk. Hamid is gewoon naam van een jongen. Maar die ja haalt die tenuin weg. Ja Hamidun. Heb jij een broer, oh Hamid? Nu gaan we dezelfde vraag stellen, maar aan Su'adu. Su'ad is naam van een meisje. Alaki, zeg je dan. a -la ki Heb jij... Achoon, een broer. Ja, zo ado. Groen pennetje pakken. Maza, wat is عندك met jou? Ja, achi. Maza, indaka, ja, achi. Wat heb je bij je, o oh, mijn broer? Maar nu zeg, vragen we dat aan. Ja, ochtie. o oh, mijn zus. Dus dan vragen we: Maza, wat heb je? bij bijen. Aindaki. Wat heb jij bij je? O oh, mijn tante. En dan de laatste. pak ik mijn rode pennetje. Assalamu. Aleika. salam op u. Ja abi. O oh, mijn vader. En hier wordt het dan. Ja ummi. Dan zeg je niet assalamu aleika. Dan zeg je. Assalamu. Assalamu salamu alayki. Ja. Nou, dan gaan we naar de volgende. Nummer drie. Uh, maak het onderwerp in elk van de komende zinnen vrouwelijk. Bijvoorbeeld: Garaja Mohammedou min al-Beti. Mohammed kwam uit het huis. Garaja betekent eruit komen. Hij kwam eruit. Hij kwam eruit. Wie is die hij? Mohammed. Mohammed kwam eruit.

Want Allah geeft kassera. Oké, okay, nu is er hier een probleem. Wat is het probleem? Kijk, dit is Hamza Wasal. Ik hou dit weg. Dus die Hamza heb ik weggehaald, die Fatha. Dan heb je sukoon hier, sukoon hier. Nou, wat moesten wij doen? Als je bij de Ta'u Ta'ni's deze probleem had, dan zeiden we: dan geef je het een kasra, tijdelijke kasra, En deze sukoon haal je weg. Deze kasra is dus niet echt, maar die kasra is er om een probleem op te lossen. Ja? Zahabatil Moeder Risatu Ilal Fasli. Nummer 2. Zahaba Abi Ilal mustashfa. Mijn vader ging. Zahaba Abi Ilal al Mijn vader ging naar het ziekenhuis. Dan maken we ervan. Zahabat. ذهبت امي ذهبت امي انا الى المستشفى الى المستشفى. فيه <applause> تاء تأنيس تأو تأنيس تأو تأنيس جلس الطالب the learning of the student هاي زات في الفصل the learning زات in the class انا ما اكو ده فراو لك فان جلس ورد جلست جلست اذا طالب ما طالبته طا لي آه سوري الطا لي باتو أنا في الفصل في الفصل يعني لازم يجي مولك غرم وبتتابلة تسخرايفهم Jalasat al Talibatu fil fasli. Nou hier hebben we deze gaat weg. Want hamza al wassel. Dan hebben we een probleem. Moeten we aan die sukoon plakken of aan die shadda? Shadda betekent ook hè, plakken. Nou, wat doen we dan om dit probleem op te lossen? Deze sukoon gaan we dan veranderen in een kasra. Deze kasra is dus niet echt, maar het is gekomen om een probleem op te lossen, omdat hier hadden we sukoon en hier hadden we ook een plak symbool. Dat is de shadda. Twee keer plakken kan niet. Laatste, nummer 4. Harajja-achi, min al-beiti. Mijn broer uh, kwam uit het huis. Harajja-achi, mijn broer kwam naar buiten. Uit wat? Min al-beiti, uit het huis. Maar Min geeft kastra aan het volgend woord. Dan maken we harajjat van. Harajjat. En dan niet achi, maar oogti. Oogti betekent mijn zus. Garajat oeghti, a beiti. Zo, dat was hem. Nou, daar hebben we, van, uh, hebben we alle onderwerpen van mannelijk naar vrouwelijk gemaakt. En dan hebben we ook nog andere aanpassingen gedaan. Hè, als het nodig was. Oké, okay, nummertje 4. Denk na nou over het volgende. Jalassat al-Talibatu. Dat woord, kijk, plakken symbool, plak symbool. Twee keer plakken kan niet. Dan die we veranderen we in een kasra om die probleem op te heffen. Dus deze kasra is niet een echte kasra. Dit is gekomen om een bepaalde probleem op te lossen. Hoe heet die probleem? We noemen dat? Errorcode. Uh, Il-ti-il-ti. Il -ti. that is an error code that problem il t that is the error code that problem um, il t ka Ja, samenkomen van twee soekoens. oké, okay, gaan we naar de volgende lees de volgende zinnen manil fata manil fata man was het eigenlijk hè? maar kasra om die probleem op te lossen hier sukoen, daar sukoen dan krijg je een tijdelijke kasra dan is die probleem verholpen manil fata, wie is de jonge man fata is eigenlijk met een staande fatha op de ta maar waarom hier een normale omdat je gaat mengen met de laam van Man Manil Fatal Wie is de jonge man die Garaja naar buiten komt? Of naar buiten kwam? Mien. Beytuka. Kijk, beytuka. Jouw huis. Al-Ana. Al-Ana betekent nu. Of zojuist. Oké, okay. ja, dit klopt helemaal niet, hè? Want beitu is eerste woord en ka is tweede woord. Nou, min geeft kasra aan de laatste letter van het volgende woord. Nou, het volgende woord is beitu en de laatste letter is de ta. Die krijgt kasra. Min beitika. Manil fata alladhi kharaja min beitika ana Dit is een uh, hamzatul wasal an ana wie is de jongeman die uit jouw huis kwam? Dan zegt Al-Ana, zojuist. Dan geeft hij antwoord. Huwa, huwa Banu, dit is Hamza Huwa hij ha is de zoon van Ammi, mijn vader. Uh, sorry, mijn uh, oom, van vaders kant. Huwa Banu hij is, is de zoon van mijn uh, oom. Oftewel, mijn neefje. Ja? Nummer 2. Manil. الفتاة التي هي is the دي دامة دي هي هي الفتاة؟ مع التي من الفتاة التي خرجت من بيتك يا أو محمد يا محمد هي محمد هي is the young دي Zojuist, O oh Mohammed, dan zegt Mohammed, Hiya bintu khalati. Dat is de dochter van mijn tante. Dus nicht. Nummer drie, Limanil Miftahu. Liman was het eigenlijk. Liman, betekent van wie? Al Miftahu. Maar dit is Hamza Tulwasal, dus die gaat weg. Hé, hey, kijk eens, we hebben weer een probleem. Hier zoeken, daar zoeken. Om dat probleem te verhelpen, geven we kassara aan de noem. Ja? Dus deze gaat weg. Zo. Limanil miftahu. Van wie is de sleutel? al Welke? De sleutel die al-al-maktabi op, op het bureau ligt. Maar maktab mag je ook vertalen met tafel. Ja? Al-al-maktabi. En Allah geeft kasra aan het volgende woord.

Die horloge is vrouwelijk, hè? dat zie ik aan het tamerboete. Van wie is het horloge die Ala of alles? Want ik ga plakken aan de scene. Alles Sariri. Van wie is het horloge die op het bed ligt? Licht moet je even zelf erbij vertalen. Hia, zij is, hè? Het horloge. Hier is het horloge. Hia is het horloge. Hia li zoji, zij het is. Van, Li betekent van. Zoji betekent echtgenoot. Oeghthi, mijn zus. De echtgenoot van mijn zus is mijn zwager. Dus het is van, de echtgenoot van mijn zus. Dus het is van mijn zwager, het horloge. Ja? Zoju is Mudaf. Kijk, dit is Mudaf. Li is apart. Zoji is ook apart. En dan ocht is apart. En die ja is ook apart. Zie je? Nou. Li is harfjar. Die geeft kassara aan het volgende woord. 'Zouju' is modaf. Dan is ocht Mudaf modaf Maar dit is ook modaf. En dan is die ja Mudaf ilay. Kijk maar. Uh, van de echtgenoot. Van de zus van mij. Oké, okay, gaan we naar de volgende oefening. Nummer 6. Maak de komende zinnen compleet door een passend betrekkelijk voornaamwoord. Allazi of al Op de lege plek in te vullen. Nou, nummer 1. Al-Kitabul. Al-Kitabul. al, -kitabu. al, -kitabu al Waarom Allazi? Want het boek is mannelijk. Al-Kitabul. Al-Lazi. Al, al Maktabi. Lil.

De pen die in mijn koffer zit is kapot. Nummer 3. Asseyara to. Asseyara toe. De auto. Hé, hey, auto is vrouwelijk. Dat zie ik aan die Tamar boet, Dus ik ga niet zeggen. Allezi. Ik ga zetten. Alleti. Zie je? Alleen deze is Hamza Tulwassel. Dus die schrijf ik niet op.

En dan Jadidi. Want dit is Naad. Deze twee horen bij elkaar. Ja. De auto. Die uit de ziekenhuis komt, zojuist. Ja, die zojuist uit de ziekenhuis kwam. Niet komt, maar kwam, is verleden tijd. Lit tabibil Jadidi. Is van de dokter, de nieuwe. Van de nieuwe dokter. Dit is Manu'ut, dit is Naad. Nummer 4. Al-Kalbu. Al-Kalbu.

is de zoon van de gebedsoproeper. Mu'azzin betekent gebedsoproeper. Nummer 6. is tilkal batta. Tilka betekent die of dat. Tilkal batta. To. Batta betekent eend. Eend. Die eend, maar het is een vrouwelijk eend, een meisjes eend, dus ik ga zetten allati. دي أينت دي تحت الشجرة تحت الزرف إس نزيد دان مضاف إلي دي أينت دي under the بوم زيت لي اسفان فان بنتي فلاحي بنتي إس مضاف فلاحي إس مضاف إلي دي إز إت ويهور با بنتي آخر كوست بنتل فلاحي ما دي لي كسره عن إت فوغند

adarsul baada De les die na deze les komt, komt heb ik zelf erbij vertaald. Ja? Baada betekent na. Sahloon is makkelijk. Jiddan. Jiddan betekent erg of heel. Is heel makkelijk of erg makkelijk. Nummer 9. Man. En dan al fatatu Nou, dit is hamzatul-wasal. Die gaat dus weg.

Die onder de tafel staat, of onder de, het bureau. Uh, la, hier kan ka of ki staan, hè? dat weet ik niet. Ja, Khalidu, O Khalid. Khalid hey, is een mannelijk persoon, dus die ki gaat weg. Ik zeg ka. Atilkal Hakibatulleti, al maktabi, laka ja, Khalid. is die koffer die onder de tafel staat van jou, O Khalid. Khalid zegt: La, nee, hier, li,

Sadiq, vriend, die krijgt kasra. Maar omdat je die plakt aan die ja van mij, krijgt die sowieso kasra. Maar het gaat om het woordje Sadiq, vriend. In welke positie bevindt hij zich? In de kasra positie. Waarom? Dat komt door die li. Nou, nu wordt er ook nog extra informatie verteld over vriend, namelijk zijn naam. Die naam noemen wij extra informatie over Sadiq, over vriend. Dat noemen ze in het Arabisch badal. Die badal, die krijgt dan ook die kasra. Oftewel, diezelfde positie. Kasra positie. Ja? Mohammed is de naam van vriend. Dus Mohammed is extra informatie. Die krijgt dan dezelfde positie binnen de zin. Namelijk de kasra positie. Goed? Nou, al kalimatul jadidatu. De nieuwe woordjes. Al ammu. De oom. Dat is Achul abi, de broer van de vader. En al is Ochtul Abi, de zus van de vader. Al-Khalu is Achulummi, de broer van de moeder. En Al-Khalatu is Ochtul de zus van de moeder. In het Nederlands, als ik zeg oom, uh, oom of tante, dan weet je niet, is het nou van vaders kant? Of is het nou van moederskant? Dat weet je niet. Uh, in Arabisch wel. Als je zegt am, is het van vaders kant. Als je zegt gaal, is het van moederskant. Ja? Sayyidi is mijn heer. Eh, of meneer. meneer. Sejidati, mevrouw. Moestash valwiladati is kraamkliniek. Goed. En dan komen we aan bij les 13. Dus dan hebben wij hier bij les 12. Afgerond. Uh, mochten jullie vragen hebben, dan zie ik ze graag uh, tegenkomen in de comments. Yeah? Heel veel succes! Wassalamu alaikum wa wa